Oké, okay, welkom allemaal bij de wekelijkse marktupdate. Ik ben Joe van Alles Over Crypto en zoals we weten en hebben gezien is er heel veel gebeurd afgelopen week sinds de crash van FTX. Hoe het nu voor staat voor Bitcoin is redelijk simpel. We zaten eerst heel lang in een, uh, in een range die ongeveer vier maanden duurde. Nu zijn we daar doorheen gezakt. De range low was ongeveer de vorige autumn high. Dus dat we daar doorheen gezakt is erg bearish. En nu zitten we eigenlijk uh, gewoon in een heel, heel groot gat. In, in een gap tussen, uh, laten we zeggen, 18.500 tot en met ongeveer 12.000. Want hier tussen zijn eigenlijk gewoon helemaal geen supports opgebouwd. Dus dat is bearish. En de reden waarom hier geen supports zijn opgebouwd is omdat de koers super snel steeg van 12.000 naar uh, boven de 20.000 dollar. En het liefst wil je dat de koers. Een beetje zijwaarts gaat voor een periode, zodat het gewoon een duidelijke support kan opbouwen. Zoals dit bijvoorbeeld. Dat hij daarna weer omhoog gaat. Maar dat zien we dus niet. Op de daily zien we dat als het goed is ook bijna niet. Ook heel weinig. Het gaat in principe gewoon uh, omhoog of schuin omhoog. Dus 4 ja, uur is niet echt relevant aangezien je op de weekly kijken en ook op de PUC zie je eigenlijk dat de koers nauwelijks zijwaarts ging, dus zijn er zijn nog geen supports opgebouwd en daarom is de kans aannemelijk dat we nog veel verder dalen tot een 12.000 dollar. En de reden dat we kunnen dalen tot 12.000 dollar, puur uh, gezien uh, ta-wise, is omdat dit wel een duidelijk level is waar de koers meerdere keren uh, is tegengehouden. Bijvoorbeeld uh, tijdens de market, tijdens een market Rally in 2018. Toen was het level ongeveer de top van al in 2019. En in 2020, na de COVID-crash, werd de koers hier ook een keer afgewezen voordat hij erna echt doorheen brak. Um, we zouden natuurlijk hier alsnog gewoon een bonus kunnen maken. Je weet nooit wat er precies gebeurt, maar. Stel, we beginnen nu te bouncen, dan is het level rond uh, 18.500, oftewel de oude rain slow. Super belangrijk. Want dit level heeft, ons, uh, ja, heeft de markt heel vaak gered, uh, ja, wil ik niet zeggen. Maar hier is de markt gewoon vaak gebounced. Dus mochten we nu bouncen tot en met dat level en dan zelfs uh, doorheen stijgen en dan het level testen, dan is dat super bullish natuurlijk. Want dan zegt de markt eigenlijk van oké, okay, uh, wij accepteren de prijs niet rond 16.500. En daarom staat de koers er alweer boven. Want als dat gebeurt, dan zijn er dus heel veel uh, mensen geweest die uh, rond het level hebben gekocht. Maar voorlopig is dat natuurlijk nog niet te sprake. Want als je nu op de weekly kijkt, dan zien we eigenlijk dat de baans heel matig is. Het stond heel even op 17.200. Maar als we helemaal teruggedrukt naar 16.450 op dit moment, het ziet er nog niet goed uit. Um, stel, de koers gaat inderdaad richting de 18.500 en dan wordt daar dan afgewezen. Dat is ook een uh, mogelijkheid. Die kans is trouwens nog een stuk groter dan dat we doorheen breken en dan het level succesvol retesten en dat we dan weer omhoog gaan. Maar stel dat gebeurt, dat die hier uh, wordt afgewezen, dan is dat natuurlijk weer dan, want dan uh, heeft de koers bevestigd dat. Dit level is verloren en dan gaan we uh, hoogstwaarschijnlijk weer richting de loos en misschien zelfs nieuwe loos testen. Nou, in principe zit er nog één uh, spoor rond de 14.000 dollar. Want als we naar de heatmap kijken, oftewel het orderboek van uh, in dit geval Bitcoin BUSD op Binance. Dan zien we heel veel orders uh, rond de 14.000 dollar. En al die streepjes, ja streepjes, blokjes, dat zijn allemaal limit orders. Als we dan een beetje inzoomen dan zien we hier heel veel orders klaarstaan die ook heel groot zijn. Hier heb je een 500, 170, 160, 200, 1.2k, uh, 200. En dit, zijn er ook, uh, en, uh, dit zijn er ook 100. En dit zijn er waarschijnlijk ook weer redelijk veel. Dit zijn er nog 400. Dus we kunnen stellen dat hierdoor ook nog een soort van support zit bij 14.000 op dit moment. Als we helemaal uitzoomen, dan zie je ook uh, dat er sowieso heel veel orders klaarstaan om de dip op te kopen. Veel meer vergeleken met uh, de, de sell-orders als we een stijging krijgen. Er zijn waarschijnlijk veel mensen aan het wachten op een dip en om daarop te anticiperen. Dus er is nog genoeg interesse om gewoon Bitcoin te kopen, ook al crasht het nog, veel, nog, nog een stuk lager. Dat is een goed teken, denk ik. Als we dan even de futures erbij pakken, dan zie je ook een groot verschil met nu en uh, vergeleken met uh, de periode voor de FTX crash. Maar als we nu even een beetje uitzoomen. Dan zie je bij de open interest dat er eerst heel veel activiteit was. Ook al waren we nog er Sinds de crash is het aantal futurescontracten die openstaan, oftewel de open interest, heel erg hard gedaald. Op Binance van 170.000 naar, laten we zeggen, 120.000. Dus dat is toch wel een daling van ongeveer 30%. Dat is best wel veel en dat komt waarschijnlijk omdat mensen, of ja, veel mensen gewoon geld hebben verloren en gewoon niet meer willen traden of crypto of ze zijn gestopt met crypto natuurlijk. Dus op zich is dat wel logisch, want er is veel gebeurd afgelopen jaar en ja, nu, nu zie je gewoon dat er dus heel weinig activiteit is daardoor. Dat zie je ook terug bij de funding rate, die zo goed als vlak op dit moment, er gebeurt ook niet zo heel veel meer mee. Aan een CVD zie je dat ook. En dit laat zien hoeveel marktorders er worden uitgevoerd. En dat is ook super vlak op dit moment. Dus als die stijgt dan worden er meer marktorders uitgevoerd. Of meer uh, buy marktorders. En als die daalt meer sell marktorders. Dus daar zit nu ook heel weinig beweging in. vergeleken met eerst. Tenminste in ieder geval een stuk minder. Dus. Er is een kans dat uh, de markt uh, weer best wel saai wordt, zoals tijdens deze range. Alleen het lijkt nu zelfs dat het nog saaier wordt, omdat er gewoon nog minder activiteit is in de futuresmarkt dan voorheen. Met Ethereum is het volgens mij precies hetzelfde. Even laden. Ja. Ethereum heeft nog wel iets meer activiteiten vergeleken met Bitcoin, zo te zien. Je ziet hier dat de open interest ook al redelijk aan het stijgen is. Uh, de funding is ook nog redelijk vlak. Weinig liquidaties natuurlijk, want de koers beweegt amper. Als dus je het vergelijkt met voorheen, dan is er wel minder activiteit. Want hier was er veel meer beweging in de open interest en nu. Open interest weer een beetje te stijgen. Dus er zit weer wat bewegingen, maar niet zoveel, zoals hier. Niet, er is niet zoveel volatiliteit als voor de crash. En dat zie je ook bij de CVD weer: het aantal marktorders. Het dus gebeurt ook niet zo heel veel vergeleken met hier. Hier heb je veel meer schommelingen. Dus we kunnen stellen dat heel veel traders weer de markt zijn verlaten. En dat zou ook een reden kunnen zijn waarom de koers niet veel verder is gedaald want er waren sowieso al heel veel mensen uit de, uit de markt gestapt omdat er heel veel centrale entiteiten kapot zijn gegaan zoals Voyager, Celsius, BlockFi uh, 3AC natuurlijk en uh, nu FTX en we hadden natuurlijk ook nog Luna en door al die omstandigheden zijn mensen veel geld verloren dus is het logisch dat ze geen vertrouwen meer hebben in de markt Waardoor er sowieso niet meer veel meer mensen waren die bereid zijn om deze prijs te verkopen. Wat er is gebeurd bij FTX, dat is waarschijnlijk het grootste negatieve gebeurtenis ooit in crypto na de mt Gox hack in 2014. Als je dan ja, gewoon die daling vergelijkt met bijvoorbeeld een, uh, een crash tijdens de boren, dan stelt dit natuurlijk gewoon heel weinig voor vergeleken met de omvang van FTX. Dus je zou kunnen zeggen dat het best wel bullish is, dat de koers niet eens zo heel, heel ver daalt na zo'n uh, gebeurtenis. Maar die, die daling zou natuurlijk ook nog kunnen komen, dat er gewoon nog even een, een vertraging in zit. En de kans is natuurlijk ook aanwezig dat de, de ellende bij FTX nog gaat doordreunen in de markt, doordat heel veel andere crypto bedrijven, fondsen en exchanges ook... Uh, Blootgesteld waren aan FTX, oftewel ze hadden geld op FTX staan. En dat zou ook kunnen zorgen dat crypto-projecten over een paar weken of dagen of maanden ook niet overleven, omdat ze niet meer genoeg geld hebben. Want het geldt ook voor exchanges en fondsen, dus het zou nog slecht kunnen aflopen, alleen dat, gaan we, dat weten we pas over een paar weken waarschijnlijk. De effecten van FTX erna. Als het allemaal wel meevalt en de koers daalt niet verder dan dit, dan vind ik het zelf wel bullish gezien wat er anders gebeurt natuurlijk, wat ik net ook al zei. En dan zou dit zomaar de bodem kunnen zijn. Maar als we echt puur naar technische analyse kijken, dan is het logischer dat we nog richting de 12.000 gaan. En ik denk trouwens ook dat Bitcoin en de rest van de markt niet zo hard is gedaald, omdat de index Waarschijnlijk een, een top heeft gemaakt na ja, een hele lange stijgende trend. En dat gebeurde precies toen uh, FTX kapot ging. Want dat was rond deze candles En toen de crash gebeurde, toen uh, daalde de dollar-index ook heel hard omdat de CPY-uitslag in de VS positiever was dan verwacht. Dus als dat ook nog eens uh, slecht uh, was geweest, dan denk ik dat bitcoin wel heel laag stond dan nu. Dus er zijn verschillende factoren waarom uh, de, de daling, de crash naar FTX, uh, best wel meevalt. Nou, als we er Ethereum weer bij pakken, dan zien we dat Ethereum relatief nog stijger is dan Bitcoin. Want Ethereum heeft niet eens een uh, nieuwe BMW-loog gemaakt, ze zitten nog boven de oude range high support. Tenminste, hij zat boven. En nu lijkt hij doorheen te zakken. Dus dat is dan wel bearish. En dan gaan we waarschijnlijk weer de lows testen. Die zijn gemaakt tijdens de crash. Of we gaan nog verder. En Ethereum heeft ook een cap. In principe zit er bij Ethereum ook een grote gap. Dus je zou nog kunnen stellen dat hier nog een soort van support zit, of hier. Maar als je naar het volume profiel kijkt, dan zit hier inderdaad nog een klein supportje. Maar voor de rest tussen 1000 en 430 ongeveer is het bijna niks. Dus als de koers. Als de markt verder crasht en Ethereum volgt en verliest dit level, dan komt het ook in een cap-track zoals bij Bitcoin. En dan kan de koers ook nog ver dalen tot bijvoorbeeld 600 en heel misschien zelfs 400. Maar ik denk eerder dat we dan ergens tellen van 600. Want Ethereum is de hele tijd relatief gewoon heel erg sterk. Dus het lijkt me, het lijkt me onwaarschijnlijk dat de koers helemaal daalt naar 440. Um, dan wil ik heel even inzoomen op bitcoin trouwens, als we nu naar een 4 uur grafiek kijken, want... Als we de... Moving averages bijpakken, dan zie je heel duidelijk dat de 4 uur trend, oftewel de 13 en 25 EMA's, de paarse en de blauwe... Elke keer als resistance dienen. En dat de koers de EMA's perfect respecteert sinds de crash. En zolang bitcoin daaronder blijft... Maakt het dus gewoon low highs. En wordt steeds uh, ja, verder gedrukt naar de, de lows van uh, de crash. Dus in principe is Bitcoin gewoon bearish. Totdat hij boven die IEM's komt. Als hij daar boven komt dan is er ruimte om te stijgen tot 17.600. En de daily trend. En de daily trend die zit nu... Tussen de 17.600 en 18.300. En daarna volgt natuurlijk de oude range low rond 18.500. Dus voorlopig ziet het er gewoon bearish uit. Want die 4 trend wordt steeds niet geclaimd. En het koers wordt steeds afgewezen. Dat geldt ook voor Ethereum, als het goed is. Ja. Daar zie je precies hetzelfde. Dan wil ik het alleen nog heel even hebben over Solana. Solana heeft ook een hele harde daling gehad, omdat FTX Alameda heel veel Solana had. Dat hebben ze waarschijnlijk nog steeds? Ik weet niet hoe het precies zit, of ze dat al hebben verkocht of ze dat moeten verkopen, omdat ze nu in een cabine-procedure zitten. Dat weet ik niet. Maar het is wel een van de redenen waarom er minder vertrouwen is in de koers van Solana. Omdat mensen wisten dat Alameda natuurlijk zoveel Solana had. Dus hebben heel veel mensen hun Solana verkocht. En daarom is de koers relatief zoveel gedaald voor een top 10-coin. Tenminste, het was een top 10-coin en nu staat hij zelfs buiten. Hij is in die periode zo'n 67% gedaald. En als we op de weekly kijken, op de all-time high, dan is hij echt heel veel gedaald. Staat hij nu op ongeveer een min 95%? Dus dat is best wel extreem. Naar de Daily gaan. Dan zie je mijn groene lijntjes boven die. Dat zijn mijn DCA-orders. En dat maakt even niet uit. In ieder geval. Er zit dus weer een hele grote gap ook tussen 13 dollar en 4 dollar. Dus als de koers dit level verliest, dan is dat weer heel erg bearish. Want dan zou de koers dus kunnen dalen naar 5 dollar als de hele markt ook weer test samen. Nou, ik denk persoonlijk wel dat uh, het goed komt met Solana, ik heb niets van niets die DCO die, die er staan. En de reden waarom ik dat denk is uh, simpel: Solana is nog steeds het meest gebruikte netwerk, na Ethereum natuurlijk. We hebben heel veel uh, digitale applicaties die worden gebruikt. Er zijn veel developers bezig op het netwerk. Het is de NFT-chain. Samen met Ethereum. De community is sterk. Dus ik zie geen reden waarom Solana niet terug zou komen. De, de koers is nu vooral gewoon gedipt omdat mensen in paniek raakten. Omdat FTX kapot ging. En FTX die heeft veel Solana. Dus ik denk dat het juist hele goede momenten zijn om te kopen. Ik bedoel alleen al vanaf hier kan je een stijging krijgen vanaf van ongeveer 2000% of een keer 20. Als we weer aan de boeren komen en Solana gaat richting de Atom High. Dus ik denk juist dat dit hele mooie momenten zijn. En laat staan, als die daalt naar de volgende sport, naar 5 dollar. Dan heb je een kans op een keer 50 tijdens een boeren. Als het goed komt met Solana. Dus ik ben zeker bereid om... Uh wat risico te nemen om zoveel potentiële winst te kunnen maken dus om alles kort samen te vatten bitcoin is best wel bearish want hij is door een slow uh, gezakt van een training range van ongeveer vier maanden lang er zit nu een grote cap is volgens support zit rond de 12.000 dollar Moeten we afwachten wat FT, wat, uh, hoe, of hoe hard het drama van FTX nog doordrunt in de markt. Want kunnen meer, de, meer bedrijven en exchanges en fondsen hier gaan vallen omdat ze blootgesteld waren aan FTX. Ethereum is relatief sterk. Heeft geen nieuwe low gemaakt dus dat is goed. Um, even terug naar Bitcoin op de markt in het algemeen is het niet eens zo heel hard gedaald, omdat er wel heel veel traders uh, de markt waren verlaten door de, door, door de beermarkt aan zich. De futuresmarkt uh, is een beetje uitgestorven, weinig activiteit. En de dollar index is hard gedumpt en heeft waarschijnlijk een top gemaakt, maar het begint nu wel te bouncen, omdat die uh, rond de sport zit, rond 105 punten. En de Daily 200 Moving Average zit daar ook. <middels>